In deze video ga ik het hebben over hoe je beter wordt in het spelen van wedstrijden. En kort gezegd is dat simpelweg door wedstrijden te gaan spelen. Ik ben deze week ook weer wedstrijden gaan spelen, terwijl ik daarvoor heel vaak ging trainen. Natuurlijk doelgericht ging trainen om uiteindelijk beter te presteren tijdens een wedstrijd. Maar ook hier kwam ik met mijn maatje echt tot de conclusie dat het totaal anders is als je een wedstrijd speelt dan wanneer je gewoon een trainingspotje speelt of gaat trainen. Het een gaat misschien, zoals bij mij, ging mijn backhand met trainen heel vaak heel goed. En dan kom je er na een tijdje toch achter dat het tijdens een wedstrijdmoment ineens wat minder goed gaat. Dat je echt moet gaan zoeken weer. Waarbij het bij een training misschien helemaal niet uitmaakt dat het een paar keer niet goed gaat. Je baalt er misschien wel van. Maar bij een wedstrijd ga je ineens merken dat van 15-0 naar 30-0 naar 40-0 nadat je de game verliest. En in deze video dus, hoe kan jij beter worden in het spelen van wedstrijden? Nou, zoals ik al zei, je moet daarvoor wedstrijden spelen. Want als we heel veel trainen, worden we dus goed in trainen. Maar als we bijna nooit spelen, ja, word je ook niet goed in het spelen. Dus je moet eigenlijk oefenen in het spelen van wedstrijden door wedstrijden te spelen. En waarom? Nou, tijdens een wedstrijd ervaar je toch altijd een beetje spanning. Is er een momentum switch doordat je misschien een bal mist of jouw tegenstander een bal mist. En je bent veel meer bezig met de scoren. Dus wedstrijden spelen is veel meer mentaal. En elke wedstrijd heeft weer zijn eigen verhaal. En voor jou is het als speler heel belangrijk dat je gaat leren dat verhaal te schrijven. Samen natuurlijk met jouw tegenstander. Waardoor dat je er ervaring mee opdoet, ga je er steeds beter in worden. En misschien dat jij nu binnenkort toernooitje gaat spelen, competitie gaat spelen. En dan is mijn advies ook, wees niet te streng voor jezelf. Zorg dat je ook dat moment in een toernooi of in een wedstrijd gewoon dat je ervan geniet. Maar dat je het ook ziet als een leerproces. Het mooiste zou zijn als je wint. Maar doordat je er op die manier naartoe gaat, dat je gewoon kijkt naar leuk, ik ga weer een wedstrijd spelen. Dan ga je zien dat je ook weer makkelijker zou kunnen gaan winnen. Terwijl als je alleen maar kijkt naar het resultaat, daar heel erg op gebrand bent, zal je zien dat je meer spanning ervaart, gespannen lijf hebt ook en dat je juist minder goed gaat spelen. Om dan goed te worden in het spelen van wedstrijden is het natuurlijk ook belangrijk dat je je goed voorbereidt. Nou, als het goed is, heb je getraind. Ben je met een plan de baan opgegaan en heb je bepaalde aspecten in je spel aangepakt. Heel belangrijk is natuurlijk het technische element dat je service, je voorhand, je backhand en alle slagen, dat die in ieder geval een goede basis hebben en dat je die ontwikkeld hebt. Nou, dat kan je doen door natuurlijk tennisles te volgen, door videofeedback te sturen, door video's te kijken van andere profs of gewoon naar tv te kijken en daar het een en ander van op te pikken hoe de goede spelers in de wereld die ballen nou slaan en wat jij daaruit kan kopiëren. Maar vervolgens moet je dat dus ook veel gaan oefenen. Dan hebben we natuurlijk tactiek. Tactiek, onwijs belangrijk dat jij je speler slim af bent door bepaalde dingen te doen. Door op het juiste moment misschien een dropshot te spelen. Misschien vaker cross te spelen dan rechtdoor. Bij je service niet voor 100% te gaan, maar gewoon 80% zodat die vaker in is. Je return dieper spelen. In het midden in plaats van voor winners gaan. Zo zijn er nog heel veel dingen en per situatie natuurlijk ook weer verschillend. Die je moet gaan ontwikkelen en dat kan je doen door voor te bereiden tijdens een training en bepaalde dingen door te nemen. Maar ook hier, in een wedstrijd ga je gewoon ook merken wat voor tactiek voor jou nou fijn werkt. En doordat je het vaak doet, vaak oefent en wedstrijdervaring opdoet, ga je daar ook weer op jezelf vertrouwen dat je die tactiek kan uitvoeren met die techniek die je weer ontwikkeld en getraind hebt. Ja, dan heb je het over zelfvertrouwen. Het mentale fundament is onwijs belangrijk tijdens een wedstrijd. Dus er zijn dingen die je kan doen tijdens een wedstrijd waardoor je er mentaal bij blijft, waardoor je minder frustraties ervaart. En dan kan ik het hebben over bepaalde trucjes. Bijvoorbeeld wat voor mij werkt is dat ik tijdens mijn wedstrijd ga letten op wanneer de ander slaat en wanneer ik sla. Bijvoorbeeld 1, 2, 1, 2, dat ik dat in mijn hoofd heb. Of voorhand, backhand. Maar ik weet ook dat het voor anderen heel goed helpt om bijvoorbeeld heel erg te letten op het uitademen wanneer je slaat. Nou, dat zijn trucjes die je kan doen om gefocust te blijven. Wat we vaak zien is dat mensen, en daar heb ik ook een video over gemaakt, dat je tegen jezelf speelt. Nou, in deze video heb ik ook een video gemaakt over hoe je daarmee zou kunnen stoppen.
Wil je namelijk van iemand winnen, dan is het heel vervelend als je jezelf in de weg staat. Nou, heel kort gezegd, het is belangrijk dat je niet te veel oordeelt over jezelf. Dat je met aardige ogen naar jezelf kijkt. En wat voor mij heel goed helpt, is dat ik mezelf probeer te zien. Naar mijn eigen wedstrijd probeer te kijken als een soort scheidsrechter. Dus als ik als scheidsrechter naar mijn wedstrijd kijk, ik serveer een bal weer in het net of ik sla een keer een dubbel fout. Dan denk ik, oké, ik constateer gewoon dat ik een dubbel fout heb geslagen. Ik laat het los, net als dat de scheidsrechter ernaar kijkt. En gewoon noteert, oké, punt voor de ander. En we spelen het volgende punt. In plaats van dat ik heel erg in mijn hoofd door ga dwalen naar waarom weer een dubbel fout. Wat doe je? Waarom ben je zo aan het spelen? Die ene guy op YouTube en met Tennis the World die vertelt hoe andere mensen moeten spelen. Hoe kan jij nou een dubbel fout slaan? Nou, dat gaat dan in mijn hoofd om. En zo heb jij natuurlijk je eigen varianten. Waarin het dus belangrijk is dat je dat mentale stemmetje ook onder controle hebt. Nou, vervolgens hebben we fysiek. Daarin is vooral de voorbereiding belangrijk. Luister naar de podcast die ik heb opgenomen met Mirjam over de voeding voor fanatieke tennissers. Maar ook... doe de workouts in ons programma of ga in ieder geval aan je beweging komen. Want alle dingen die je in een wedstrijd doet, zijn voor een heel groot bepaald in de voorbereiding. Dus tijdens een wedstrijd is er heel veel natuurlijk mentaal op te lossen door als je dat ook weer vooraf getraind hebt. Maar heel veel vindt plaats in de voorbereiding. Nou, vervolgens zou ik zeggen, heb je je wedstrijd gespeeld? Zorg er dan voor dat je elke keer een momentje, al is het maar een minuut, pakt om te reflecteren. Hoe ging het? Wat had ik beter kunnen doen? En waardoor komt het dat ik van deze persoon heb kunnen winnen of heb verloren? En vraag het ook zeker aan je tegenstander. En mijn laatste tip is, geniet van het spel. Tennis, ik vind het altijd mooi als ik zie dat mensen heel erg boos worden of onwijs blij zijn. Nou, die twee uitersten zijn er natuurlijk. En dat is geweldig, die ervaar ik ook. En daarvoor is tennis gewoon, heeft het waarschijnlijk een plekje in jouw hart. Maar weet ook dat zeker naar de mindere kant toe, dus alle frustraties die je hebt, weet gewoon, het is niet het allerbelangrijkste dat er is. En ik ben hier om gewoon lekker een potje te gaan tennissen en geniet ervan. Dus wees niet te streng voor jezelf. Zorg dat je aardige ogen hebt. Naar jezelf toe. Oordeel niet te veel en zorg voor een goede voorbereiding en speel veel wedstrijden. Ik hoop dat je weer veel gehad hebt aan deze video. Zorg dat je, als je dus meer wedstrijden wil winnen en een niveau vooruit wil gaan, dat je even een duimpje omhoog doet en abonneert op dit kanaal, want dan gaat je spel echt stappen vooruit. En voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je echt voor een volgende stap gaan, dan is natuurlijk altijd het online programma, het progressieprogramma, iets voor jou waarin je de stappen kan maken in je spel en met andere gelijkgestemden in contact kan komen. Dan sluit je aan bij de community en weet je wat en wanneer je iets moet doen om progressie te boeken in je spel. En dan voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.